Ze hebben weer tafel neergezet. Het is helemaal niet. Nee, dit niet. Ze spuiten het nou. Ja, je hebt altijd wat stof, dus ze werken met stofmaskers, met oorkappen en zo. Dus maandagochtend ligt er een spik en span van nieuwe boer. Dat is natuurlijk wel mooi. Jongen. Hij weg met het ding. Ik dacht dat ik hier een of andere asbest en zou betreffen, maar jullie zijn al aan het schilderen, joh. Ja. Oh, het wordt prachtig. Hallo. Mooi kleurtje groen. Natuurlijk groen. Nog meer mensen, het is toch onvoorstelbaar zo'n druk team, hè? Je zou toch al lang al verdwenen zijn? Als ik nou ga blazen, dan zit het weer op de... Ja, maar dit is ook in de klussenkamer. Er is niemand die gaat missen hier. Hatsjoe, hatsjoe. Ik dacht, je ging helpen schilderen. Ik zie je elke dag fietsen, maar ze ziet mij nooit. Nee? Gisteren zag ik ook wel fietsen met een bak fietsen. Ja, waar? Zo, ook plan. Ook plan, ja, dat weet ik. Is dat het gasmasker? Is dat de beveiliging? Ja. Maar die moet weer helemaal schoongemaakt worden voor de volgende. Ja, ja, we gaan er zo weer in. En hierboven is dat ook, hier gewoon al die dakken dingen. Ja, dat is heel compleet met die dingen. Heb je dit vaker gedaan? Nee. Jullie zijn echt experts. Ruben, ja, dan heb je alles vragen wat je wil. Oké. Okay. Ruben? Wat kan je van asbest krijgen? Wat je van asbest kan krijgen, dat is longkanker. Ja? En, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja? Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En, dus jullie gaan nu eerst? Nu gaat het nou in. Ja? Nu ga ik uitrusten wat erin zit, gaan ze weghalen. Ja. En ja, dat is het. En dan moeten ze nu eerst door een? Wat? Door een, gaan nu door de schoonruimte. Ja. Deze cabine, de tweede cabine is een doucheruimte. En de je hebt drie cabines. En de laatste ruimte is zeg maar een veilige ruimte. Oh ja. Dus ja. Van de schoon naar de douche, naar de verre ruimte, zo gaan ze naar binnen. Dus drie keer, drie ruimtes eigenlijk. Ja. Ja. Dit is voor hun dagelijks werk, of? Wat zeg je? Is het voor hun dagelijks werk? Ja. Wauw. Weet je af? Ja. We doen ons best. En jij bent de voorbereider van alles? Nou, ik ben een geneerder, hè. Zeg maar de DTA'er. Dus hij gaat nu gewoon naar binnen om te kijken, want ik ben al van de vorige ben ik binnen geweest. Dus hij gaat nu even kijken of alles goed is. Ja. En dan komt hij weer eruit. Oké. Okay. Ja, ik moet erop naar. Hallo. Zit daar een asbestvezel in? Sorry? Zit er een asbestvezel in je krok, of niet? Nou nee, die kan dat die is helemaal afgespoeld. Oké. Die is helemaal...
ik hier masker niet op? Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes. There can be miracles when you believe. Though hope is free, it's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe. Somehow you will. You will win. Je hebt twee seconden. Je hebt één vraagstel aan. Dan hou je het nog. In een buurthuis of stichting. Hey, bedankt hè. Is het zwaar? Wat is het eigenlijk? En weet u waar de kaasmarkt is? De kaasmarkt? Nee, nee, dit zit hier meteen naast u. Oh, hier. Mag je omhoog? Oh, ja. Lekker koffietoeltje. Ja. Ja, hartstikke goed. Ja, hoor. Ja. Je komt uit de naam? Ja. Ja. Met een klein gebruik gedaan. Even rood, ja. Of ben je een film? Het gaat over Alkmaar. We doen promotie voor Alkmaar. Oh ja, wij komen hier niet vandaan. Nou, maar dat is niet erg. Want wij vroegen ons dus af wat de toeristen zo trok hier in Alkmaar, om hier naar Alkmaar te komen. Wat hier zo gezellig is. Ja. En waar kent u Alkmaar van? Omdat wij vaak op vakantie gaan naar Noord-Holland, omdat dat onze provincie is waar we eigenlijk een beetje verknocht aan zijn. En nou, dan knoop je daar automatisch een dagje Alkmaar aan vast. Dus en u komt hier ook oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Drenthe. Oh, Drenthe, ja. Dus u komt elk jaar hier? Bijna wel. Ja? Ja, bijna wel, ja. En dan campingen? Nee, appartement of een bungalow. Nee, wat hadden we vorig jaar? Maar is dat omdat jij niet in een tentje wil? Heb je geen zin in een tentje te zitten? Of? Nou, niet met deze temperatuur. Nee, het is iets te fris, denk ik. Iets te fris, denk ik. Nu nog. Iets te fris, ja. En wat is nou, kunt u iets beschrijven wat speciaal is juist? Wat je niet kan vinden in Drenthe, wat hier wel in deze omgeving te vinden is. Wij zijn helemaal strand. Ja? Ja. En fietsen, we kunnen hier mooi fietsen door de duinen. Maar het strand Bergen of Egmond? Bergen vind ik een heel leuk stadje, dorpje, ja, leuke winkeltjes. Ja, dat vind ik ook erg leuk. En wat vaste vragen. Het strand, als u kiest strand, Egmond of Bergen? Of bent u nog niet op het strand geweest? Ja, we zijn wel strand. Bergen is wat, hoe zeg ik dat zeggen? Nou, wat exclusiever zeg maar. Egmond is wat gewoner. Oh. Hoop je toch bijna tegen de lens op, hè? Wat ga je doen? Ik wil een banaan! Deze bier is heel goed aan het werk.